Hallo en welkom op de EOS-podcast reeks over weer en klimaat. Ik ben Weerman Bram Verbrugge en in deze podcast gaan we het hebben over gladheid. Een wegdek kan op verschillende manieren glad worden door modder of olie op de baan, of door aquaplanning bijvoorbeeld maar waar wij het vandaag over gaan hebben is winterse gladheid. Over ijzel, sneeuw en rijmplekken dus. Nu, bepalend voor de gladheid van het wegdek is de temperatuur van dat wegdek. Wordt die negatief en is er vocht aanwezig, dan is er kans op schuifpartijen. Gelukkig kunnen we iets preventief doen aan die gladheid door bijvoorbeeld zout te strooien of pekel te sproeien. Het komt er dus nog op aan om te kunnen voorspellen wanneer de temperatuur van dat wegdek negatief wordt. En bij dat laatste zijn er toch heel wat factoren die meespelen. Veronderstellen we even een wegdek. Aan de bovenzijde staat dat wegdek in contact met de lucht. De temperatuur van die lucht zal een invloed hebben op de wegdektemperatuur. Wordt de lucht kouder, dan zal ook het wegdek daarop reageren en langzaamaan kouder worden. Onder het wegdek bevindt zich een ondergrond die net als de lucht warmte kan afgeven of kan onttrekken aan dat wegdek. Bij de eerste vorst in oktober en november zal de ondergrond nog relatief warm zijn en dus bij de eerste lichte vrieskou in die maanden treedt er meestal nog geen gladheid op. Aan het einde van de winter, in februari en maart, is dat een heel ander verhaal, want dan is er helemaal geen restwarmte meer aanwezig in de ondergrond. Elk type van ondergrond heeft ook een andere warmtecapaciteit. Zo zal een zandbodem sneller opwarmen en ook afkoelen dan bijvoorbeeld een leembodem. Bruggen die hebben helemaal geen ondergrond, enfin, er bevindt zich lucht onder. Dit verklaart dan ook meteen waarom bruggen sneller afkoelen en dus sneller glad worden. Naast de ondergrond en de lucht zullen ook de thermische eigenschappen van het wegdek zelf bepalen hoe snel gladheid optreedt. Verschillende types van asfalt en beton hebben namelijk licht verschillende warmtecapaciteiten. Maar er is nog meer. Nog een bovengrondse factor die van belang is, is bijvoorbeeld de wind. En die werkt zowel mee als tegen. Enerzijds zal bij veel wind de luchttemperatuur minder snel dalen, omdat door turbulentie de luchtlagen goed gemengd zullen worden. Maar anderzijds zorgt wind ook voor windchill, waardoor de afkoeling sneller zal gebeuren. We nemen opnieuw het voorbeeld van de brug, die zal sneller afkoelen bij koud en winderig weer. De zon dan, ja, die zorgt voor warmte. Door instraling van zonnestralen kan een wegdek dat in de zon ligt sneller opwarmen dan een schaduwstuk. Wees dus steeds op je hoede wanneer je een bos inrijdt, want het gladheidsverschil tussen het stuk in de zon en het wegdek in een schaduwrijk bos kan heel groot zijn. En dan een laatste factor is neerslag. Neerslag kan zeer snel warmte onttrekken aan een wegdek. Sneeuw bijvoorbeeld smelt wanneer het warmte onttrekt aan de omgevende lucht en ook aan het onderliggende oppervlak. Zo, hopelijk ben je nog mee. Er zijn heel veel parameters die de temperatuur van een wegdek beïnvloeden. En er zijn ook heel veel lokale verschillen. Want wanneer je bijvoorbeeld op een autostrade rijdt, kom je voortdurend veranderende factoren tegen. Asfalt kan overgaan in beton. Soms rij je 1 kilometer in de zon en dan weer 500 meter in de schaduw. Een brug betekent een tiental meter lucht als ondergrond en een verhoogde zijberm kan de wind dan weer beïnvloeden. In feite is een wegdek een aaneenschakeling van verschillende microklimaten. Je begrijpt het dan ook, weersvoorspellers en strooidiensten die hebben geen gemakkelijke job.